gaan even terug in 1986. Het eerste grote concert van Prince in Nederland hier in Ahoy. En dan ging je hier natuurlijk heel erg vroeg zitten. Francis, hoe vroeg was jij hier dan? Nou ja, jij was erbij die dag. Ja, je kon al niet slapen natuurlijk. Nee. Je wist hoe je er naartoe zou gaan. En ja, je was al aan het berekenen van hoe kom ik vooraan te staan. Dat was het eigenlijk. En je wist dat iedereen en zijn grootvader hier ook zou staan. Het begon. En de band die begon te jammen als nooit tevoren. Dat voelde je gewoon. En tijdens dat eerste nummer bleef het doek naar beneden. Dat is wel heel raar. Ja, maar je hoorde die band, je kon alleen maar een beetje onderkijken en je zag... En hoe reageerde het publiek dan wel? Ja, enthousiast? Iedereen was helemaal zo, wow! En dan, nummer afgelopen, doek open, Prins sprong van de piano, bam! Hey. Ja. Wat heeft Rotterdam voor Prins betekend? Warmte en herkenning. Rotterdam is een van de funkigste steden in heel Nederland. Ja, en dat is altijd zo geweest. Soulstad nummer 1. Je hebt een heel mooi tourjacket aan met Prince zo erop, maar het is best wel warm. Waarom heb je dat jackje nu aan? Ik heb dat jack gekregen. Ik ben op een gegeven moment getrouwd geweest met Rosie Gaines. Dat was de toetsenist van Prince, Rosie Gaines. En vandaar dat ik altijd... eigenlijk mee mocht en uiteindelijk een heleboel dingen gedaan voor Prince en de New Power Generation. En als dank kreeg iedereen van de crew een officieel tour jacket. Ik was altijd wel met de band en dan kwam er een fan aan of iemand of die zei, zit je ook in de band? No, not me. Even dat het duidelijk dus is. Vandaar. Dus dat is van, nou, wat wil je op je jasje hebben staan? Not me. De plek hier voor jou. Het was ooit Parkzicht. Ja, niet in de connectie met Prince. Waarom was het zo'n belangrijke plek voor jou? Nou, hier is de echte eerste Rotterdamse Prince Party gehouden. Met Prince daar zelf bij dan. Wie uit het Prince kamp kwam naar jou toe en zei van, luister, we hebben een plek nodig voor een leuk Prince feestje. Dat was de DJ Cowboy. Die had Prince bij zich en hij had nog een paar jongens bij zich. En die zouden een feestje moeten organiseren. Die waren met Prins meegekomen vanuit Amerika om een feestje te organiseren. Ze wisten helemaal niet van her of zeg in Nederland en zo. Dat hoorde ik. Ik kwam ze tegen bij McDonald's natuurlijk. Natuurlijk, want iedereen hangt rond bij McDonald's op te wachten op bandleden of zo. Hoe kwam je daar dan bij? Kijk, ik wist gewoon heel veel dingen over Amerikanen. Weet je, ze houden niet van eten van andere mensen. Dus ze gaan gewoon naar het dichtstbijzijnde wat hun kent. En hun ding is McDonald's. En dat was gewoon waar. Die vroegen gewoon van, weet jij waar je hier een goede party kan regelen? Nou, en toen had ik deze plek voorgesteld. Hij vond het zo leuk dat hij wilde dat ik meeging naar Duitsland. Ik ben naar Hamburg geweest. Ik ben eigenlijk... Tijdens de hele tour. Dan heb jij dus voor al die locaties heb jij voor de gezellige afterparties gezorgd? Ja, en voor de beveiliging. Ik weet precies wat Prins wil, hoe die het prettig vindt. Naast afterparties in Parkzicht waren er ook afterparties hier, in wat ooit Nighttown was. En één van de DJ's die daar speelde, draaide, was Bootsie Paul. Hey Bootsie! Hi! Wat ooit was, hè? Ja. Nighttown. Ja, nou ja, de gevel is nog een beetje zichtbaar. Ik heb bij de eerste afterparty draaide ik in de grote zaal. Maar toen werd ik op een gegeven moment door het management gevraagd om in de VIP-room voor Prins zelf te draaien. De VIP-room was toen de basement waar die zat. Ja, hier heb je die scheiding. Hier stond de DJ-boot. En ja, dan heeft hij zo'n beetje hier... Hier heeft hij gezeten, hier zat hij. Ja, het is nu het vriesvak geworden. En wat voor muziek draai je dan? Je moet Prince entertainen. Wat doe je? Ja, funk. Let's go crazy. Let's get nuts.